Welkom bij Geloof en een hoop liefde. Deze week vanuit Den Helder. We schrijven dinsdag 3 november 2015. Het is lunchtijd bij de familie Hofman. Nog even genieten van een Nederlandse pannenkoek. Want binnenkort emigreren ze voor een paar jaar naar Madagaskar. Er waren natuurlijk een heel hoop mensen die wel zeiden van waar begin je aan en wat doe je je kinderen aan en waarom moet je nou per se naar het buitenland. Nou, wij hadden wel voor onszelf zoiets van nou, in Nederland wonen al heel veel christenen. Dus als die nou hun best doen en de buren het evangelie hier in Nederland vertellen, dan gaan wij naar die bevolkingsgroepen die er überhaupt nog nooit wat van gehoord hebben en die mogelijkerwijs nog niet eens een blanke gezien hebben in hun hele leven. Dus we gaan naar die mensen toe. We willen ze graag vertellen over de Heer Jezus en tegelijkertijd helpen met een stuk ontwikkeling. Okay. Nou kan je vertellen met de vingers. Dat kan gelukkig geen kwaad. Kijk om die vingers, hè? De bedoeling is dat wij daar zeker het eerste jaar ons in gaan verdiepen in de cultuur. We moeten de taal leren. Zodra je dus land inwaarts gaat, dan kom je bij stammen die in dialect spreken. Dus dan moeten we ook nog het dialect gaan leren. En het is geen baan waar we een salaris voor krijgen. Dus we zullen echt moeten steunen op sponsoren. En nu zijn we eigenlijk aangekomen op het punt van ja, toch wel bijna vertrek. Ik heb nog een legerpasje. Die vind ik wel erg mooi. Dus die wil ik meenemen. Mijn Bijbel, mijn zaklamp en mijn kleurpotlood. En ik heb ook een keer helemaal zelf een marionet gemaakt. En ze heet Mariette. Die vind ik ook wel heel leuk en die wil ik ook graag meenemen. We willen wel heel bewust de kinderen meegeven van jongens, we zijn Nederlander. En ja, culturele dingen vinden we gewoon ook heel belangrijk. Een van die culturele dingen zijn de marinedagen. De familie gaat er ieder jaar heen. Maar dit jaar is voorlopig de laatste keer. En ze mogen binnenkijken op een marineschip. Zijn er veel landen waarbij u komt en dat er dan mensen een heel andere taal spreken dan jullie, dat jullie ze niet eens kunnen verstaan? Ja. Kijk, wij kunnen bijna allemaal wel Engels. Dat heb je ook al geleerd volgens mij. En daar kom je een heel eind mee. Maar er zijn ook mensen die dat absoluut niet spreken. Maar ziet er nou uit? Vind je het leuk? Ja, lijkt me wel heel leuk. Wat ga je nou voor school gaan heen dan? Wij krijgen thuisles. Thuisles? Ja. Bij mama als juf? Ja. En hoe hebben jullie nou voorbereid op de cultuurdag? We hebben wel verschillende boeken ook gelezen van hoe kun je daar nou mee omgaan, zeg maar, met verschillen in cultuur en wat is een goede houding, zeg maar. We gaan eens even naar wat van die verschillen kijken tussen hier en het leven daar. Er zijn dingen die vind ik leuk, er zijn dingen waarvan ik zeg van nou, het is anders, daar moet ik misschien even aan wennen, ja? En er zijn misschien dingen waarvan ik zeg, nou, die vind ik toch niet zo goed. Katja die is thuisonderwijs gaan geven. Ze kwam eigenlijk met het idee van laat ik dat nu gewoon al gaan doen. Omdat we dat strakjes op Madagaskar ook gewoon moeten doen. Dus ze vereren, ze aanbidden de geesten van hun voorouders. Waar zou je nou zeggen? Ja, ik zou ook gewoon zeggen anders. Maar ik denk van sommige dingen kun je wel zeggen. Zeker omdat wij geloven in de Heer Jezus, dat het eigenlijk helemaal niet zo goed is. Daarom gaan we er ook heen. We woonden fantastisch in een mooi vrijstaand huis, twee auto's. En Katje die had een eigen advocatenpraktijk. Dus enerzijds zou je zeggen, nou wat een offer. Maar aan de andere kant denk ik, ja, zoals we het nu ook ernaartoe leven, dat is ook wel heel bijzonder. En het maakt ons als familie ook wel heel hecht. Dus in die zin zie ik het niet eens als een groot offer. Nee.